Ja, er zit een vogel. Ik weet niet waar die nou is. Hij zat er wel. Het beeld is alleen helemaal zwart. Om dit stuk bos gaat het. Hier zitten altijd om een bepaalde tijd zit het hier helemaal vol met kleine vogels hier. Dit stuk daar. En nu ben ik er onderhand wel achter. Ze houden echt van dat soort takken om op te zitten. Die schuin staan, zeg maar, daar. En dit is dus het bos, of de struiken, die ik in de gaten ga houden, vaker. Want je raadt het al, dit is dicht genoeg om je eigen te verschuilen als vogel zijnde. Kijk eens, heel erg gaaf. Hartstikke mooi. Kijk, dat moeten we hebben, dat soort takjes. Dus jullie raden het al. De lente is er. En dan gaat het langzamerhand naar de zomer. En dan gaan we weer beginnen om vogels te gaan filmen. Dat doen we eigenlijk ieder jaar. Ieder jaar doen we dat eigenlijk. Net als het modellenwerk en al die dingen meer. Dat doen we ook in de zomer. Maar dat duurt nogal even. Maar de tijd is er blijkbaar weer rijp voor. Ze zijn er weer. Ze zijn er... Wat is dat? Wow, ik dacht er zat een roodborst daar, zie je dat? Maar dat is gewoon een blaadje. Wow. Maar goed, we gaan eventjes verder lopen hier. We gaan even een stuk bos verkennen. Dit soort dingen, daar houden die beesten ook van, die vogels. Kijk, goed naar die structuur van dit soort takken en struiken. Daar zitten ze altijd heel graag op, blijkbaar. En dat soort dingen mijden ze vaak. Waarom, weet ik niet, maar... Kijken wat we gaan doen. Ja. Nou, valt op zich wel mee hier met de stormschade. Er zijn wel wat bomen omgeknakt, maar het valt mee. Ik had het eigenlijk meer verwacht, maar goed. Dan zijn we hier al best wel vaak langs gekomen, zeg maar. Daar hadden ze een hele grote vogelkast geplaatst, maar die is op de een of andere manier weg. Ze hebben hem weggehaald. Waarom weet ik niet. Het kan zijn omdat die gewoon te groot was. Dat was echt een mega ding, was het. Wow. Even eens kijken. Hé, kijk hier. Ik wou er bijna voorbij lopen. Dit is trouwens ook wel interessant. Kijk. Gisteren was het extreem mooi weer. Gisteren was het 4-3-2018. En nu, je raadt het al. 5-3-2018. En we staan hier. En we komen dit tegen. Heel erg gaaf. Eén moment. Wauw. Laat het even op je inwerken. Dit is ook wel gaaf. Kijk, als dit nou iets verder in het bos had gelegen. En met een open veld ervoor, zeg maar. Dat trekt behoorlijk veel vogels aan. En je ziet het, hier zit op het moment niks in. Dat ziet er heel erg mooi uit eigenlijk. Wacht. Ik ga er eens even een klein beetje omheen lopen. Aha. Gaaf, jong. Wow, jongens. Kijk eens. Hier liggen echt overal takken. Ah, kijk. Hier was ik eigenlijk naar op zoek. En nogmaals. Jullie weten het al wat ik wil gaan zeggen. Als je deze dingen bij de verwarming legt, dan gaan ze open. Ook deze, hè. Als ik deze nu thuis op de verwarming leg, dan is die binnen 12 uur is die helemaal open zoals geen enkel van dit ding. Ja, zoals deze ongeveer. Maar dan nog veel meer, zeg maar. En hier zitten van die pitten in. Ik heb er al een heleboel. Ik zal deze dingen er toch afhalen. Hij is toch omgevallen. Dus ze gaan hem toch in stukken zuigen. Ik ben nou deze dingen eigenlijk aan het sparen. Dat is wel mooi eigenlijk. Je kan ze hier gratis plukken. Ja, waarom zou je ze laten hangen? Even kijken. Nog een paar meenemen. Heel erg gaaf, jong, dit. Even kijken. Hier zit er nog één. Zo. Even kijken wat hier nou weer allemaal gebeurd is. Wow, het is... Wow, laat even op je inwerken. Allemaal stormschade en allemaal takken. Het is niet zo mooi zonnig weer als gisteren. Gisteren was het echt extreem zonnig weer. Dat was gewoon echt gewoon niet normaal meer. Ik durf haast bijna wel te zeggen, de mooiste dag van het jaar hebben we gisteren gehad. En nu is er ook wel zon, maar de luchtdrukmeter die stond net op 900...
ja, wat was het? 998 stond die. En ja, zo gauw die eigenlijk onder de 1000 komt. Dus gisteren was die, toen ik wegging, 1000.1. En dat was een best wel mooi weer. Maar toen zakte die ook radicaal af na 990. Ik denk, huh? Het is mooi weer, hoe kan dat nou? En ik kwam thuis en ik schrok echt, hè? Want ik keek de weerradar. En toen zag je echt zo'n heel front op ons afkomen. Dus zo'n luchtdrukmeter werkt eigenlijk perfect. Ik heb de luchtdrukmeter ook in mijn GPS zitten. Ja, soms werkt die wel, soms werkt die niet. Waar dat dan ligt, weet ik niet. Ja, dan kun je eigenlijk ook op zien of dat slecht weer opkomst is. Dus neem van mij aan dat die 1000 staat. Ja, komt die onder de 1000, dus zeg maar 990, dan krijg je slecht weer. En is die bijvoorbeeld 1033.8, zeg maar. Huh? 1034, 1035. Ja, dan kun je haast wel 99,9% zeggen dat we zonnig weer krijgen. In ieder geval geen regen. Dus dat is wel mooi eigenlijk. Ah, dit is ook helemaal groen. Nog even een kijker even bedanken, Vera. Je vond het leuk dat ik gereageerd had. Dus ja, ook al wel leuk, zeg maar. En ik heb ook al gezegd van ik ga vogels filmen. Ja, dat probeer ik nou vandaag te doen. Of ik er wat voor ga krijgen, geen idee. Ik ga in ieder geval zo dadelijk wel eventjes kijken hier bij de waterzuivering in Zaandam. En als je goed kijkt daar, zie je het pompstation al. En daar achteraan heb je een heel groot open veld. En daar heb je een omgevallen berkenboom. En daar ben ik achter gekomen dat er ook heel veel vogels in zitten. En ik heb er ook eentje gezien. Kijk maar eens een paar video's terug. Ik dacht Tony Pino vlog 749. Dacht ik. Die, in ieder geval die lange. Dan moet je ook maar eens goed kijken. Daar zie je ook dat ik vogels film. Dus dat is ook wel leuk. Nou kijk. Deze heb ik hier vast. Die neem ik mee naar huis. En wat hebben ze... Oh, dat is gewoon een boom, of niet? Ja. Oh, ik dacht ze hadden een hek geplaatst of zo. Oh, kijk, hier de eerste. Wow, dat is echt wel mooi. Zie je dat? Zwammetjes of wat het ook zijn. Geen idee. Mochten de paddo-kenners zijn, paddenstoelenkenners. Graag eventjes onder de video zetten hoe dit ding heet. Deze zwammetjes. Daar ben ik wel benieuwd naar. Zal ik eens even iets verder lopen? Zal ik eens even kijken of we de oude kastanjeboom nog terug kunnen vinden? Waar wij de kastanjes vandaan gehaald hebben. Die moet hier ook ergens in de buurt zijn. Ah, we gaan ook weer beginnen met de geocache. Voor de mensen die het niet weten, voor de nieuwe onder ons, onder andere Vera en de rest. Geocache, dat is een spel dat kun je wereldwijd spelen. En dat doe je met dit apparaat. Dit is geen telefoon. Kijk goed, dit is een Garmin. Ja? Ik zal het zo dadelijk wel even demonstreren. Hoe het ding werkt. Kijk, dit is dus de kastanjeboom. Ja, kijk. Hier hangt er nog een kastanje, zie je dat? Heel erg gaaf. Dus hier even kijken. Oh, het is echt veranderd hier, jong. Ah, kijk, er ligt genoeg. Ik zal eens eventjes hier op de grond gaan kijken. Kijk, hier liggen dus de kastanjes. Even kijken daar. Kijk. Je ziet het al. Daar aan de rechterkant in beeld. Daar heb je dus een kastanje liggen. En ik had toen deze plek, zeg maar, bekend gemaakt, zeg maar. En toen waren er op deze plek, waren er allemaal van die Chinese vrouwen waren aan het zoeken. Die waren kastanjes aan het rapen, dus die kijken blijkbaar ook mijn kanaal. Toen heb ik eigenlijk gewoon dit gedaan, hierop gedrukt. En toen heb ik eigenlijk deze coördinaat, die jullie nu in beeld zien, vrijgegeven. En dat was ja, van de zomer. En toen ja, hebben ze dat blijkbaar gezien en waren ze hier met een hele groep waren ze kastanjes aan het rapen. En toen lag hier ook, dacht ik, een briefje van bedankt Tony Pino of zo. Dus dat is ook wel gaaf. En je ziet het ook heel duidelijk. Ze liggen echt overal. Ach, wat ik jullie wou laten zien, is dat van dat geocache, hoe dat nou precies werkt. Voor degene, voor de nieuwe kijkers onder ons, zeg maar. Kijk. Daar heb je het dichte bos. En dan zullen jullie denken van, er zal wel niets verstoppeld zijn in dat bos. Nee, klopt. Normaal niet. Maar als ik dit ding aanzet
En ik ga hier op geocache drukken. Je ziet het daar staan. Dan zie je heel duidelijk dat hij iets gaat laden. En dat duurt altijd even. Kijk, en dan zie je dat bovenstukje PGEM5. En daar druk je dus op. En dan hoef je eigenlijk alleen maar op go te drukken. En dan moet je die lijn volgen die je nu in beeld ziet. Toevallig nu die kant heen. Ja? En als je dan aan het einde van die lijn komt, dus hè, waar die stopt, daar liggen dingen. En dan zullen jullie nu denken, de nieuwe kijkers onder ons, van hij loopt uit zijn nek te lullen. We zullen eens eventjes kijken of we hier in de buurt iets kunnen vinden. Eén moment. Ik ga mijn best doen. Dit is best wel spannend voor de nieuwe kijkers. Maar, één moment hoor, dit mogen jullie even niet zien. Dit natuurlijk wel. Kijk, dit is dus die luchtdrukmeter en die staat nu op dit moment op 989.2728, zeg maar. Ja, en zo gauw dit boven de 1000 komt, dus staat hier 1000, dan wordt het meestal mooi weer. En je ziet het nou ook al. Huh? 989, dus er kan vanavond heel misschien een omslag komen in het weer. Maar nu, het belangrijkste van allemaal. Kijk, dat kan ik jullie ook even laten zien. Oeh, jongens, kijk eens. Zie je dat? We krijgen allemaal informatie. En die bovenste, die is heel erg interessant. Want daar staat bij 237 feet. Dus dat is hier heel dichtbij. Dus als we hierop drukken, dan zie je het al. Coördinaat nummer 1. En dat wat jullie nu in beeld zien, dat... Ik loop een heel klein beetje te trillen. En dat maakt niet uit. Ja, dat, die locatie. Als je die intoetst, dus... Even kijken, dat doe je dus. Bekijken op kaart. Kijk, en dan let's go. Kijk, nu stuurt hij ons... Eventjes het apparaat iets schoonmaken. Zal ik even de camera goed in de hand houden. Dan gaan we altijd eerst even kijken. Dat is het allerbelangrijkste voordat je ergens in het bos in duikt. Of dat daar nooit niemand aankomt. En heel belangrijk, of dat daar niemand aankomt. En je ziet het, we zijn alleen. Let op. Goed kijken, een beetje aan de schittering. Hij zegt duidelijk, zie die streep? Die paarse lijn. Dat betekent dus dat wij hier zo schuin het bos in moeten. Dus als ik mijn apparaat nu zo hou, dan zie je duidelijk dat die streep daar loopt. Dus wij gaan hier gewoon het bos in. We gaan de lijn volgen. Kijk, en je ziet toch heel duidelijk, als ik die kant heen loop, dan zie je heel duidelijk dat die lijn toch die kant heen wijst. Dus we moeten gewoon heel simpel de lijn volgen. Nogmaals, voor de nieuwe kijkers is dit best wel spannend, want ik ga ergens uitkomen midden in het bos bij een of ander... Ik weet het niet. We zullen het zien. Wie weet, ligt er wel wat? Ja, tuurlijk ligt er wat, maar wat? Let op. Kijk, hij geeft het aan rechtdoor hier zo schuin. Dan gaan we maar even kijken. Wie weet waar we uitkomen. Misschien vinden we van een geldkist of een schat of... Ja, je weet het niet, hè? Oh, heel mooi. Nou. En je ziet het, deze dingen werken ook wereldwijd in het bos. Maakt niet uit waar je staat. Let op, hè. Kijk, hij wijst ons die kant heen. Kijk, en dan zie je heel goed boven in beeld. Ik weet niet of jullie het zien. Dat hij daar moet zijn. En ik heb nog wel redelijk veel ervaring. Hij moet dus daar liggen. Nou, ik zie nog niks, maar we gaan even kijken. Heel goed kijken wat er nu gebeurt. Goed kijken naar het beeld. Ik doe niks, maar we krijgen zo een melding als het goed is. Wat hij dus nu niet doet. Ja, kijk. En dan staat er aangekomen bij... Je weet wel, en dan druk je. Oké. En... Dan moet hij hier heel dicht in de buurt liggen. Dus dan gaan we even rondkijken. Ik zie nog niks. We zijn een beetje uit koers. Hé, hey, dat is op zich vreemd. Zouden ze de plek weggehaald hebben? Ah, wacht, ik zit verkeerd.
Ik moet dus die kant weer heen. Zie je dat? Kijk. Nu bevinden we ons, zeg maar, bijna op de plek. Jongens, er staat iets. Er staat al iets. Zie je dat? Er staat iets midden in het bos. Er zit een slot omheen. Maar dat is het niet. Want wij staan er nu letterlijk en figuurlijk op. We moeten nog een heel klein stukje die kant heen. Zo. Heel erg vet. Nou, nu geeft hij aan dat we er precies zijn. Kijk maar. We staan er uiteindelijk bijna op. Nou, dit is een paar meter. Dan gaan we even het apparaat afmelden. Even kijken. Een paar meter. Stop navigatie. Heel mooi. En je ziet ook duidelijk dat we midden in het bos zijn. Wat hier niet blijft hangen. Kijk. Dan gaan we even kijken of we wat zien. Een paar meter van ons vandaan. Dus van hier tot maximaal daar. Even draaien. Hebben jullie het gezien? Daar ligt al wat. Heel erg spannend. Wat zou het zijn? Wacht, er liggen meerdere dingen. Als deze tak weg moet gaan. Zo. Daar ligt iets. En hier ligt iets. En ik zie hier een pot liggen met pistaches erin. Of wat is het? Ja, dit zijn pistaches. En wat is dit? Ja, we hebben het gevonden. Er zit een klein mini-boekje in. Dus we hebben een soort van koker gevonden met een mini-boekje erin. Dus daar kun je in schrijven. Zie je dat? Heel erg gaaf. Nou, dit is de coördinaat van deze plek. Dus als jullie hem ook willen vinden, Noord 51 53 934 en East 006 14 589. Dus als jullie dat intoetsen in je Garmin, dan komen jullie precies op deze plek. Nou, schrijf wat leuks in het boekje. Wacht. Daar heb je een pompstation. Let op, hè. Ik ga mijn camera hier neerzetten. Kijk, daar staat hij. En ik ga hem openmaken. Ja, kijk, er zit een boekje in. Oh jongens, kijk, er zit een boekje in. En het mooiste van alles is, er is heel veel in geschreven, zie je dat? Kijk eens, allemaal mensen die hier blijkbaar al geweest zijn. Kijk, Dr. Pepper voor Tony staat er. Ik weet niet of jullie kunnen lezen. Heel fijn. Hier hebt iemand een keer een Dr. Pepper voor mij neergelegd. Heel erg gaaf. Nou, we gaan het boekje weer erin stoppen. We gaan hem dicht doen. Dichtdraaien. En je raadt het al. We gaan hem weer verstoppelen. Heel mooi. Nogmaals. Hij ligt hier op deze coördinaat. Heel erg mooi. Kijk er maar eens even goed naar. Dus als jullie hem ook willen vinden en er iets in willen schrijven, ga je gang. Nogmaals, neem wel een pen mee. Want er zit geen pen bij, zeg maar. Dus als jullie hierheen willen komen, willen gaan, neem dan gewoon een pen mee. Dan kunnen jullie in het boekje schrijven. En je ziet het al. Ik neem hem wel een keer mee naar het busje toe. Dan ga ik daar alles laten zien wat erin zit. Dus ja, nogmaals voor de nieuwe kijkers. Voor Vera en de rest, zeg maar. Ik weet niet wie er nog meer allemaal nieuw is. Dit is dus geocaching. Het is een spel dat kun je wereldwijd spelen. In België ook. Dus kijkers van België. Ik weet ook dat ik veel Belgische kijkers heb. Koop een Garmin en ik zou zeggen, ga erop uit. Let's go, zoals Tekeni altijd zegt. Tekeni, dat is trouwens iemand die doet verlaten huisjes filmen. Dus kijk ook even op zijn kanaal. Dus dat is wel mooi. Nou, het ligt dus achter deze houtwal. Wacht, ik laat het jullie gewoon nog één keer zien. Misschien dat het voor jullie dan makkelijker is. Dit is de houtwal. Er ligt zo'n potje op. En dan naast de fles
Daar ligt hij. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Veel succes met zoeken. En wij gaan het bos weer verlaten. Niet via die kant hoe we gekomen zijn. Maar, je raadt het al, via een hele andere kant. Want wij hebben nog iets anders gezien in het bos. Wat is dit? Wat is dit nou weer? Wow, dat zijn allemaal veren, haren. Wacht, wat is dat? Als mensen weten wat dat is, misschien een soort van nestmateriaal. Zet het ook even onder de video. Ik hoop dat hij nu scherp gaat stellen op iets. Nee. Nu dus wel. Kijk, zo ziet het eruit. Nog iets verder. Kijk, zo ziet het eruit. Er zitten veren bij. Dus als iemand weet hoe dat ding heet, ook graag even onder de video zetten. Maar nu, we hebben hier nog iets anders ontdekt. Oh, jongens, kijk. Het is lente. Het is vandaag 5-3-2018. En je ziet het. De eerste blaadjes beginnen al uit de knop te komen. Wauw, nu al. Heel erg gaaf dit. Daar heb je een stuk heel dicht bos. Heel erg mooi. Dit is trouwens ook mooi voor vogels te spotten. Als je daar een paar meesballen in hangt. Dus als jullie willen dat ik hier 2 of 3 meesballen in ga hangen. En daar op die paal ga zitten met de camera. En dan die vogels proberen te filmen. Dan moeten jullie dat even zeggen. Dit is heel klote gemaakt, want dit loopt schuin naar beneden af. Als dit nou recht was geweest, dan had je hier een soort van stoelen omheen kunnen zetten. En was dit de ideale bierhouder geweest voor de man. Maar dat is niet zo, dus het bier glijdt eraf. Dus duimpje omlaag zou ik zeggen. Voor die paal dan, hè. Nou, let op. Kijk. Hier. In dit bos. In die struiken hier wil ik meesballen gaan hangen. Zodat de vogels dat kunnen gaan vinden. Dit lijkt me echt een stuk mooi bos. Ik heb trouwens hier wel eens een keer een merel gezien. Die is er nu op dit moment niet. Maar wij gaan het bos weer verlaten. En dan kan ik jullie laten zien hoe ik dat doe. Want niemand weet het bijna. Maar hier is een pad langs. Wat bijna niemand weet. Alleen de geocachers onder ons. Je hebt hier zo'n struik. En dan moeten we iets rustiger zijn. Want ik weet dat daar achteraan een fietspad is. En daar heb je paal nummer 2. Kijk. Zie je dat? Daar staat hij. Dus je kan de geocache eigenlijk via 2 kanten benaderen. Is er nou een mierenhoop? Ja. Volgens mij wel. We hebben een mierenhoop gevonden. Die hebben we altijd voorbij gelopen. En nu zien we hem. Nou. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. Wij gaan gewoon verder vloggen. We gaan hem niet beëindigen. Kijk. Dus als jullie ook in het boekje willen schrijven, dan moeten jullie via deze weg komen. Via daar. Dan heb je daar het pompstation met het bankje. En de watertapkraan. Dat witte ding waar nou die man bij staat. Oh, hij keek, hè? Waar nou die man voorloopt, dat witte ding, dat is een gratis drinkwatertapkraan. Hier moet je dan het bos inlopen, rechts de hoek om en daar heb je dan de geocache liggen. Wij gaan hierin, want, je raadt het al, wij willen ook nog een soort van bosvlog gaan maken. Kijk, en als je heel goed kijkt, dan zie je dat er daar ook nog eentje staat. Wij moeten zo die kant heen, linksaf. Oh, daar kwam hier net... Kijk dan. Zie je die mensen daar lopen? Die kwamen net hier uit een pad en die hebben blijkbaar nog nooit een vlogger gezien. Ze keken me echt helemaal naar. Wow, G-man. Oh, er wordt tegenwoordig niet in de stad gevlogd, maar ook in de bossen blijkbaar. Zoals ik doe. Heel erg gaaf. Ik heb hier eens een keer in deze boom, toen die nog niet afgezaagd was, heb ik een keer een specht kunnen filmen. Dat was ook wel gaaf. Oh jongens, kijk. Kijk naar deze boom. Zie je dat? Hij is omgevallen. En je raadt het al, ook hier zitten van die dingen aan. Die zijn nog wel niet heel erg mooi. Maar ik neem er toch een paar mee. Dat zijn minis, of niet? Kijk dan, dat zijn minis.
Wacht, ik ga er eentje afhalen, kijken wat daarmee gebeurt. Die ga ik mee naar huis nemen. En die ga ik ook op de verwarming leggen. Wacht, ik ga heel eventjes... Ja, hier zit een mooie. Kijk dan, die struik die hier is. Wacht, ik ga ze eraf halen. Is die boom trouwens dood? Hij is wel omgevallen, maar... Nou, ik ga er gewoon een paar afhalen, niet alles. Zo, ik heb er aan 3 wel genoeg. Zo haal ik van iedere boom wat af. Zodat ik niet te veel op één plek... Ja, hij is wel omgevallen, kijk maar. Dus die gaat binnenkort ook helemaal dood. En is dat niet het geval, dan gaan ze hem wel verder omzagen. Nou, ik hoop dat jullie dit een mooi bos vonden. En als je hier met Google Earth overheen scant, met de satelliet, dan valt deze boom extreem goed op. Dat heb ik wel eens vaker gezien. Maar nu, wat gaan wij doen? Ja, we gaan kijken bij die nieuwe waterbak die ze gemaakt hebben. Wat is dit? Kijk, dit is dus duidelijk iets wat een mens niet gemaakt heeft, maar een beest. Die heeft hier blijkbaar iets omlopen woelen. Dat zullen meestal wel zwijnen zijn geweest. Maar nogmaals, weet iemand wat de zwijnen zoeken? Want hier in Nederland hebben wij, zover ik weet, geen truffels. Dus mocht iemand weten wat die zwijnen nou zoeken in de grond, wortels of zoiets dergelijks, zet het dan ook even onder de video. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Wat die beesten nou precies eten en waarom ze die grond nou zo omwoelen. Want ze zijn natuurlijk zeker op zoek naar iets. Maar goed, dat is een ander verhaal. Even kijken, is er ook een mooi stukje bos. Maar nu gaan we hier eens eventjes kijken. Kijk, op deze plek, waar nou die zwam is. Oh nee, iets verder, hier. Daar zat altijd zo'n paddenstoel, die hing daar aan. En dat is bijna ieder jaar is dat hetzelfde verhaal. Nu is die er niet, maar had ik over een aantal maanden hier gaan filmen, dan groeit die daar opeens aan. En op dit paaltje hier heb ik toen een hele mooie rups, een gele rups, kunnen filmen met een rode hoorn, zeg maar. Dus het kanaal van Focus on Elena, die heeft er toen ook op gereageerd en die heeft mij de naam van die rups geschreven. Trouwens Elena, geweldig dat je weer begonnen bent met je kanaal. Ik heb gekeken, je hebt er weer een video op gezet. En die film van Gestolk, dat vind ik best wel mooi. Dus probeer meer van die films te maken in de toekomst. Maar hier gaat het dus om. Dit is hem dus. De nieuwe waterbak. Hij is echt enorm groot. Daar heb je de drinkbak voor de koeien. Wacht, gisteren was die bevroren. Dan zullen we eens eventjes kijken of dat die nu niet meer bevroren is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want het is nu 12,4 graden zie ik nu. Even kijken, en wat is de temperatuur gewoon in Nederland? 12,8 nu. In Apeldoorn. Ja, 12,8 in Apeldoorn is het niet. Kijk, je ziet daar die koeienbak. En je ziet het, hij is nog steeds bevroren. Ik zou dat wel eens willen zien als die bak daar helemaal vol is met water. Dan zouden hier veel meer vogels en beesten komen. Maar goed. Nog eventjes informatie. Ik was gisteren aan het filmen. En toen was het zo... ik heb 14 video's gemaakt gisteren. Dus die komen nog allemaal op mijn kanaal. Maar wat ik wou vertellen is dat ik gisteren aan het filmen was. En het was behoorlijk vroeg. Het was nog zo rond 15 uur zoiets. Zo ongeveer. En toen was mijn accu leeg. Dus toen baalde ik eigenlijk, want het was net te kort om dan naar huis te gaan en om dan die accu op te laden en dan weer terug naar buiten te gaan, want dan was het donker. Dus ik zit er nou echt serieus aan te denken, kijkers, om een tweede accu voor mijn camera te kopen. En misschien een iets grotere SD-kaart, want hier zit op dit moment, wat zit in deze 16 gigabyte, zit erin. En in die andere camera, die EOS 600D, daar zit 32 gigabyte in, maar dat is een hele andere camera. Die maakt de beelden in een soort van tv-kwaliteit, zeg maar. Maar dat kost ook enorm veel data, ben ik achtergekomen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Kijken hoor. Nou, wij zijn nu wel een stuk later als gisteren. Maar dat maakt niet uit. Voor de nieuwe kijkers nogmaals. Dat wat je daar ziet, dat is een waterpompput. En jullie kunnen het misschien niet voorstellen, maar hieronder, dus zeg maar bij tot die weg tot hier, is een hele zee van water hier onder de grond. Zou je hier gaan boren en zou je hier tussen de
ja, 130 meter diep gaan. Dan kom je in een soort van holle ruimte in, heeft die man mij toen verteld van het pompstation daarachter. En ja, die holle ruimte die is eigenlijk net zo groot als van daar tot hier. En die loopt waarschijnlijk ook een stuk onder die waterzuivering. En daarachter bij dat bos, daar dus, niet helemaal tot die bosrand daarachter, maar tot dat bosrand wat je nu midden in beeld ziet. En dat is een soort van ondergrondse waterbassin waar je met een boot kan varen. Alleen, ja, hij zei ook, het is daar heel mooi, alleen je kan er niet inkomen omdat er geen gang naartoe is. Er zijn alleen maar pijlbuizen hier in het bos. En die zijn zo groot, ja, zeg maar, waar een klein kind doorheen zou kunnen gaan. Maar ze hebben het een keer kunnen inspecteren met een camera, zei hij. En die heeft toen onder de buis in de grond een rondomview gemaakt met een licht. En toen zagen ze die hele structuur zo. Dus ik weet niet of iemand daar een film van heeft of iets dergelijks. En dan zou ik dat echt wel blij zijn, had iemand mij dat kan opsturen of zo. Of daar ooit een film van gemaakt is. Ik denk het haast van wel. Maar dat is maar afwachten. Dus dat is ook wel kicken. Het zou ook wel mooi zijn als je ergens door een soort van buis naar beneden kon. En als je dan in de grond, zeg maar, een soort van grote ruimte had waar je kon verblijven, zeg maar. Waar je dan een soort van ondergrondse discotheek kon maken. Het zou heel mooi zijn, mocht iemand weten of dat ergens hier in Nederland bestaat. In Duitsland heb je heel veel van die dingen. Maar of iemand weet of dat in Nederland bestaat, dan ook graag eventjes onder de video zetten. Het lijkt me wel mooi om daar ook een keer een film van te maken. Nou, wij gaan de vlog weer beëindigen. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. En wij gaan nu hierheen lopen. Maar dat zien jullie waarschijnlijk in de volgende video. Wij moeten dus daarheen. Eén moment hoor. Kijk, hier heb je weer zo'n waterbak staan. Of zo'n pompput, sorry. Daar staat hij. Zie je dat? Waar ze dat water uit doen pompen. Kijk, wij moeten dus daarheen naar die omgevallen berkenboom. Even kijken waar die is. Nou, daar moet ergens een omgevallen berkenboom liggen. Kan zijn dat ik hem nu niet zie. Ah, wacht, daar is die al. Die dus. En daar zitten heel veel vogels in. En die wil ik gaan filmen. Dus, je raadt het al, kijk zeker de volgende video op mijn kanaal.